Het is 9 mei en ik ben hier in Almelo om dadelijk een lezing te gaan geven. Maar dan wordt nog druk voorbereid om het licht goed te krijgen. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, klik dan even een duimpje omhoog. Zoals ik al zei, ben ik vanavond hier in het mooie theater in Almelo en ik geef hier een lezing. Ik wil jullie daar altijd in meenemen, dus zo ook vanavond. Wat ik precies vanavond ga vertellen, hou ik nog even geheim. Maar ik wil je in ieder geval even deze hele leuke zaal laten zien. Je ziet nu, het licht wordt steeds beter. Ik heb nog een beetje paarse gloed op mijn hoofd. Kijk, en zo is het er al meer licht. En zo sta ik dan ongeveer straks. Dus ik ga mezelf nog even voorbereiden. Het schijnt dat ik zeg maar wat meer licht zo heb. Dus dat is al wel wat beter. Kijk, als ik zo heb, dan heb ik heel veel schaduw. Dat is echt heel veel werk om dat goed te krijgen. Maar er is hier een hele goede technicus bezig. Zien we hem nog in de zaal? Nee. Je had een zelfbewegende ladder. Dat is echt een geniaal iets. Het wordt vast een hele leuke avond. Ik laat jullie later nog meer weten. Dus is al het licht goed afgesteld. Mooi blauw licht. Echt super grote beamer hier. Een mooie zaal licht. Als je daar weer achter kijkt, dan zie je daar mijn computer staan. En dan ben ik gewoon mijn klikker vergeten. Dat is best wel slecht eigenlijk. Ik vond het best wel hilarisch, want dit is gewoon de Herman Vinkerszaal. En wil ik je dan toch heel even laten zien voor deze vlog. Kijk, hier is de held Herman Vinkers. Hier zie je het bordje ook. Dit is de Herman Vinkerszaal. Dus dat is dan weer cool. En daar komen de mensen al langzaam binnen. Als je hier op de achtergrond kijkt, dan zie je hier een rits van al de voorstellingen die hier ooit zijn gegeven. En hier nog een keer. En dan is het best wel hilarisch om hier als persoon met autisme dan een lezing te mogen gaan geven. Ik hoop dat de zaal echt helemaal vol komt. Ik geloof dat er 120 mensen kwamen of 140. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben wel een beetje zenuwachtig weer. Ja, dat schijnt erbij te horen, zeg maar. Ik ga nu denk ik gewoon even stil wezen. Al houdt het dan vaak weer in dat ik dan toch weer nog even ga roken. Dit is mijn plek voor tonight. Mocht je deze vlogs leuk vinden, klik dan even een duimpje omhoog.